Vandaag start op veel plaatsen met nevel. Lokaal komt ook dichte tot zeer dichte mist voor. En dat is met name in het midden en zuiden van het land. In de loop van de ochtend wordt het zicht overal beter en schijnt van tijd tot tijd de zon. Maar uiteindelijk ontstaan op meerdere plaatsen wel stapelwolken. De temperatuur vanochtend tussen zo'n 9 en 11 graden en daarbij een meest matige westen tot noordwestenwind. Vanmiddag draait de wind wat meer naar het noordwesten en de stapelwolken die worden een stuk dikker. Er trekken van west naar oost diverse buien over ons land met name in het oosten kans op een klap onweer. De temperatuur voor die buien uit zo'n 12 tot lokaal 16 graden. Vanavond trekken de buien weg en zijn er opklaringen. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 9 en vannacht dalen de minima uiteindelijk naar een graad of 5. Morgen is een wisselvallige dag, maar met name in het noorden van het land een aantal buien. In het zuiden is het wat vaker droog. Tussen de buien door ruimte voor de zon en met 9 tot 11 graden is het ronduit koud voor de tijd van het jaar. En dat blijft ook de komende dagen zo. Het blijft wisselvallig en in de koude lucht wordt het met moeite op veel plaatsen net aan 10 graden. Daarbij waait vaak een stevige noordwestenwind, waardoor het gevoel nog een stuk kouder is. En die buien die vallen kunnen soms best pittig zijn met zaterdag kans op onweer en lokaal zelfs kans op natte sneeuw.